Het is opa en oma dag. Deze opa en oma dag. Wij vonden het leuk, want de pannenkoekendag is dus eigenlijk voor een oudere instelling, gebakken voor oudere instelling. Maar vorig jaar hebben we een opa en oma dag gedaan en die beviel zo gigantisch goed dat we gewoon het idee hadden van nou, waarom doen we niet opa en oma dag samen met de pannenkoekendag? Gewoon lekker bakken met opa en oma. Gezellige ochtend. Wat doen ze nog meer? Nou, zoals je ziet maken ze ook koksmutsen. We hebben een verhalenbundel samengesteld dat allemaal te maken heeft met pannenkoeken. Goed, tafels dekken, wat hoort daarbij allemaal. Dus het is gewoon een gezellig ochtend. Ik geloof dat de animo groot was. Klopt dat? Ja, heel veel, ja. Ja, hè? Ja. De school staat vol. De ouders zijn ook, de opa's en de oma's zijn ook heel enthousiast, begrijp ik. Wat ik zie, zijn ze heel erg enthousiast. Oké, heel veel plezier verder. Heerlijk. Worden er mooie mutsen gemaakt? Ja. Ja? Ja. Oh, dit is een Masterchef-muts. Masterchef-muts. Maar kunnen die opa's en oma's wel goed helpen? Ja. Brian, lukt dat wel? Ja? Oké. Okay. Nou, kijk eens. Thijs heeft een hele mooie muts. Ik heb ook een kamer. Ik zie hier oma's met een prachtige muts op. Hebben jullie die samen gemaakt? Ik niet. Kleinkinderen? Nee? Jij de kleinkinderen? Ja. Ik heb ook een camera. Oké, vrij. Is het leuk? Ja, het is heel leuk. Ja? Okay. Ik heb ook een camera. Ja. Jullie gaan onder het toezicht, toeziend oog van opa en oma gaan jullie... Doe maar, opa... ga maar erin. Doe maar erin. Doe maar in het bord. Ik heb niet gehoord. Ja, die is wel goed. Dan brandt hij aan. Zo. Kijk eens. Ik kan niet. Zet iemand hoe het werkt. Doe maar uit. Mag het, meester? Even moed even. Gooien, want dat is jullie. Ja, ja, ja. Wauw, wat goed zeg. Is het leuk om met de kleinkinderen met deze kind op de basisschool eventjes pannenkoekjes te bakken? Zien we toch ook eens bij hun? Ja, hè? Ja, ze vinden het ook allemaal heel erg leuk. Ja, ja, dat is hartstikke goed. Hey, ze mag een spatel even gebruiken. Dan moet je hem draaien, hè? Even kijken. Die pannenkoek die daar ligt, is die mislukt? Wie wil deze pannenkoek, jongens? Zijn ze lekker? Zijn ze lekker? Twee pannenkoeken. Ja? Wow. Dat lijkt hem op even. Het is allemaal goed genomen. Maar dat was een beetje voorwaardig. De laaghartige piraten hinkten op hen af, slepen hun sabels en schraapten hun kelen. Oh nee, piepte Midas, geen zeemansliedjes. Maar hij liet zich niet afstrekken. Ten, riep Midas. Een kleinkind op deze school? Je eigen kinderen hebben hier ook op school gezeten. Heel bekend. Hoe is het nou om hier als oma te komen? Ja, dit is weer een nieuwe stap, hè? De piraten vluchten, ja. Glijdend en bibberend. Is er veel veranderd? En plonzen. Nee, nee. Nee, de gastvrijheid is er nog steeds. Ik kan zeggen, wat vind je, hoe vind je het? Leuk. Ja, wat vind je zo leuk? Dat is mooi dat ik Ja, is helemaal goed gegaan, hè, Megan? Ja. Ben jij de pannenkoekenbakker hier? Ja. Oké. Okay. Ja, zij helpt met het beslag erin doen. Oké. Okay. Hier ligt, jongen. Hier, kom maar. Mag ik het nog? Ja, ga maar op doen. Het gaat helemaal goed komen, zeg. Wow. Oké, okay, nou echt een opa aan het woord. Hoe is het? Ah, en dan kom je in de klas en dan word je meegenomen. En dan mag je van je kleindochter zien, van Anneloes, hoe haar rekenen en haar taal wordt ingevuld en wat ze gaat lezen. Oh, dat is zo mooi. Ja, hè? Ja, hartstikke mooi. Ja. Dit is echt iets voor opa's en oma's en niet alleen voor hier. Maar eigenlijk zou het in alle scholen moeten zijn.